Dames en heren, welkom bij de Oudejaars Loterij Show 1997. Presentator Mark Klein Essink met zijn ijsprinses Danielle Overkaart. Dankjewel, Holiday on Ice. Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom bij deze wel heel speciale oudejaarsloterijshow. U zag net al een prachtig schaatsnummer en er volgen nog veel meer. Om een beetje in stijl te blijven hebben Danielle en ik een paar kunstschaatsen aangetrokken. Maar verwacht van ons geen dubbele rietbergers en zo. Maar wel de grootste prijzenpot uit de geschiedenis van de staatsloterij. 70 miljoen gulden zit er in de pot. En een hoofdprijs van 10 miljoen gulden belastingvrij. En u kunt gaan genieten bij ons van topamusement. Zoals bijvoorbeeld Ruud Jacot, Katja Schuurman, Lee Towers, René Vroger, De Kast, Billy Ocean, de Italiaanse superster Zucchero, Henk Algenent, Erik Hulzebos, drievoudig wereldkampioen Art Schenk, het RTL-presentatorenkoor en nog vele, vele anderen. Dat worden dus pittige tijden op het ijs. Goed. We beginnen met vier soapsterren. Voor hun plezier maakten zij een plaatje en het werd meteen een superhit. Hier zijn ze voor fun met Levenslang. Zij keek naar mij, haar ogen zeiden, kom dichterbij. De vonken sloegen over en ik dacht, ik ga voor de wijl. Nee, dit gaat nooit meer over, ik weet, zij is de one voor mij. Ik heb levenslang, wegen zeer zwaar. Stop, ben ik niet bang.
ontsnappen meer aan. Mijn dagen zijn geteld, levenslang. En niets blijft me nog vrij, want veel te lang was ik vogelvrij. Levenslang, het voor alles is geveld. Geen ontsnappen meer aan, mijn dagen zijn geteld. Levenslang, en niets blijft me nog vrij, want veel te lang was ik vogelvrij. Dat was Voor Fun met onder andere Jimmy Geduld. En hij gaat in het nieuwe jaar samen met Danielle de verjaardagsloterij presenteren hier op 4. Ja, u zit thuis natuurlijk allemaal met de loten in de hand. En wie weet wordt u vanavond nog op de valreep van het oude jaar multimiljonair. We gaan beginnen met de eerste prijzen op basis van een 50 gulden lot. Heb je nou een 25 gulden lot, dan deel je de prijs gewoon even steeds door 2. Want daar is Bastiaan de Haas, die houdt de zaak scherp in de gaten. Daar zit hij hier achter mij. En u krijgt in een razend tempo de stersolisten van Holiday on Ice te zien en de eerste trekkingen. Ik wens u heel erg veel geluk. Met de prijzen. En dan nu een absolute topper. Italië brengt naast prachtige voetballers ook fantastische zangers voort. Niet alleen Riccardo Cocciante en Eros Ramazzotti, maar ook deze superster. Senza una donna was een wereldhit. Zijn optreden met Paul Jong was onvergetelijk. Hij brengt miljoenen fans in vervoering. En vanavond treedt hij hier op met de Nederlandse schaatssoliste Ciao Lan. Hier is Zucchero met Il Volo. We'll be right back.
Dat was Sugero samen met Chowlan. Prachtig. En van Chowlan krijgt Sugero op dit moment een gouden plaat uitgereikt voor zijn verzamel-cd. Want er zijn er meer dan 50.000 van verkocht. Thank you very much. We gaan weer verder met de volgende trekkingen van de Oudejaarsloterij. Wij gaan nu voor de prijzen tot 5.000 gulden op basis van een 50 gulden lot. En een 25 gulden lot deelt de prijs gewoon even door twee. Tijdens deze trekking gunnen onze schaatsers u een kijkje achter de schermen van de showbusiness. En nemen u mee naar zo'n typische Broadway-kleedkamer. Ik wens u heel veel geluk met de loten. Hopelijk zat u er al bij. Zo niet, geen paniek, want de hele grote prijzen moeten natuurlijk nog komen. Hij zat al 20 jaar lang aan de top. Goede tijden, slechte tijden. Hij blijft altijd als een rots overeind. Vanavond is hij hier met dat onverwoestbare nummer. Een lied dat iedereen met elkaar verbindt, waar je het ook hoort. Hier, maar ook in de voetbalstadions. Hij brengt het in een zeer speciale uitvoering. En als je direct goed kijkt, dan zie je dat hij niet alleen is. Dames en heren, you never walk alone, want hier is Lee Towers! Though your dreams be touched,
1997 was een zeer bewogen jaar. Voor velen persoonlijk en ook in de sport. Als krachtige stimulans voor 98 zijn de spelers van Feyenoord en de aanvoerders van Ajax en PSV hier samen voor een sportief 1998. Dus voetbal, verziek het niet. Holiday on Ice was dat. In enkele jaren tijd is er in Nederland een geweldige musical-traditie opgebouwd.
Alleen in het afgelopen jaar kon u kiezen uit minstens 5 fantastische producties. En terwijl u kijkt naar de volgende trekkingen van de Oudejaarsloterij, kunt u genieten van een 5-tal hoogtepunten uit die prachtige musicals. Als eerste het schitterende nummer uit de aangrijpende musical Annie, Wat een keihard lot. Gulden gaan naar lotnummer 66775. En dan is Saigon een van de succesvolste musicals aller tijden. Hier zijn Tony Neef en Linda Wagenmakers met De Laatste Nacht. In een wereld zonder gevoel, waar geen uitzicht is en geen doel, zag ik jou kiezen. Zag ik jou in een wereld keihard en fel, die rood opvlamt net als de hel, vond ik jou, Chris. Chris, vond ik jou iets wat het oorlogsgeweld verdringt en wat kanonnen tot zwijgen dwingt. Die jazzy deun verdrijft gedreun van oorlog en maakt liefde weer gewoon. Melodieus en monotoon. Ik dans met jou en hou je vast als vast vannacht de allerlaatste nacht. Droom, ik droomde al die tijd. Dromen maak ik nu werkelijkheid. Wie had nog zoiets moois in de oorlogsnacht? Van 5000 gulden, maar nu voor lotnummer 65630.
And here's the musical Grease, Vetkuiven Petticoats, and you're the one that I want. Van 5000 gulden voor lotnummer 21255. En dan de musical Joe, die veroverde Nederland ook in no time. Spectaculaire techniek en een ontroerend verhaal. Hier is topzangeres Mathilde Santing met dat waanzinnig mooie nummer Inspiratie. Was de stem van een van ons die jou het inzicht gaf, de stem van iemand als wij, onzichtbaar aan je zij, zo luisterde jij toe. Je noemde het inspiratie. Zo vindt de man wat hij zoekt, zo wordt de sterveling een held, zo wordt vooruitgang geboekt. Dat komt door iemand van hier, de mens bereikt op die manier het hogere niveau. Zo noemt men het meest. Hey.
26 prijzen van 5000 gulden. Maar nu voor lotnummer 01463. Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit fantastische musicalblok. Maar we hebben nog een oer-Hollandse afsluiter uit de Jantjes. Na Druppel, Toffe Jans en Blonde Greet met Word Nooit Verliefd. Zodra ik 16 jaren werd, heeft moeder me gezegd. Mijn kind, vertrouw het manvolk niet, die kerels zijn zo slecht. Ze maken alle meisjes gek, alleen voor tijdverdrijf. Ze hebben allemaal hetzelfde smoesie aan de lijf. En hoe meer ik er kijk, mijn moeder had gelijk. Word me verliefd, want dan ben je verloren. Je zou te riet, tot allebei je oren. Word me verliefd, meiden, wat ik zeg is waar. Mijn moeder zei, de man houdt eerst een meisje aan de praat. Je krijgt een advocaatje en een stukje chocolaat. Oh, lekker. Je zegt op alles ja. En je bent veilig en vertrouwd. Wanneer je een 50 centimeter van je lijf afhoudt. En hoe meer ik het bekijk, mijn moeder had gelijk. Word nooit verliefd, want dan ben je verloren. Zeg, mijn vrijer houdt zo van. Die wil nou elke avond in het plantsoentje wandelen gaan. Mijn moeder zegt, met ga je gang, dat mannelijk heeft geen kwaad. Als het maar altijd wandelen blijft en je man nooit zitten gaat. En dan weer ik het bekijk, mijn moeder had gelijk. Wordt dat verliefd, maar dan ben je verloren. Laatste in deze ronde nog eens 26 prijzen van 5000 gulden voor lotnummer 21980. Dat waren de musicals en dat waren de prijzen. Van harte gefeliciteerd als u erbij zat. Maar het grote werk moet natuurlijk nog komen, dat weet u. Het programma Telekids werd in september uitgeroepen tot het beste kindertelevisieprogramma van Nederland. Jong en oud zitten iedere zaterdagmorgen te hunkeren naar Carlo en Irene en Pittige Tijden. Een fantastische persiflage op goede tijden en inmiddels zo'n beetje de populairste soap van ons land. Natuurlijk zijn ze erbij vanavond met een hele spannende act. Jessica en Rick gaan motorrijden. Rick, ik ga met je kussen. Ah, Jessica, ik moet er even van tussen. Maar, oh, ik wil nu met je vrijen. Ah, ik wil liever op mijn motor. Het is zo lekker, lekker, lekker als ik op mijn motor rijd. Wat een toestand. Even pinders keuren en echt een motor houdt me bij. Rustig aan alsjeblieft. Ik ben in mijn element als ik op mijn motor toer. Maar er worden wel, want die vinden me zo stoer. Motorrijden. Mama, motorrijden hoort bij mij. Bye.
zo'n schrik. Dit is mijn dik. Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop. Dank jullie wel, wat een geweldig nummer. De temperatuur begint hier aardig op te lopen. Het ijs dreigt al te gaan smelten. We gaan snel verder met een absolute wereldster. 15 jaar geleden was hij er al en zijn ster is alleen nog maar meer gaan schijnen. Hij heeft inmiddels talloze nummer 1 hits op zijn naam staan. Hier is hij met een totaal nieuwe look. The one and only Billy Ocean. Now you're all I'm living for. Suddenly
me. You're in love. We beginnen langzamerhand in de buurt te komen van de echte flinke prijzen. 6 keer 10.000 gulden staat er nu op het spel. En dat belastingvrij. Hier volgen de trekkingen. En daarbij kunt u gaan genieten van humor, spektakel en romantiek. Dat is een paar fantastische schaatsnummers. Ik wens u heel erg veel geluk. Van maar liefst 10.000 gulden. Ga naar lotnummer 26799. Prijzen van 10.000 gulden, maar nu voor lotnummer 25503. Nogmaals, 26 prijzen van 10.000 gulden voor lotnummer 20241. Alweer 26 prijzen van 10.000 gulden voor lotnummer 84547. Nogmaals 26 prijzen van 10.000 gulden, maar nu voor lotnummer 88362.
laatste keer 26 prijzen van 10.000 gulden voor lotnummer 57996. Van harte gefeliciteerd met de prijzen. Ze is een van de meest geliefde zangeressen van Nederland. En alles wat ze doet, heeft klasse. Zowel haar gevoelige ballads als ook het heftiger werk. We zijn heel blij dat ze hier is vanavond. Dames en heren, Ruth Chacot met Wat Jij Wil. Dames en heren, we kruipen zo langzamerhand richting de klok van 12 uur. Nog even en dan is het zover. Oké, ze zijn er bijna allemaal. Alle coryfeeën van RTL. En met z'n allen hebben we een fantastisch lied voor u. Op de muziek van die lekkere zomerhit Maria van Ricky Martin. Met een tekst die speciaal voor deze avond is geschreven. Hier is ons eigen RTL presentatorenkoor. En heel, hier en hier en we doen het, het gaat ze oud en heel. Wie rijdt in de schaats? Au, 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 en nieuw. 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 Au, au, au,
jaar. We speelden op de beurs en wisten een flinke winst te claimen. Maar helaas, het ging een beetje mis, dus we moesten weer een krantenwijkje nemen. Marco en Krijntje, Bill Clinton een kleintje. Wij van gaan in Spanje, bleef het angstig stil. De girls werden spicy, de holidays icy. En de varkens, die mogen weer van Bill. Even van het ijs. Wij hebben een kleine dweilpauze. Straks zijn hier de cast, Henk en Erik. Sjoukje Dijkstra, Johan Haanappel, Christen Burk. Arts Schenk, René Vroger, Katja Schuurman. En natuurlijk die 10 miljoen gulden netto. Welkom terug. Nou, het jaar begon meteen al goed met de Elfstedentocht. Die werd gewonnen door Henk Angenet en Erik Hulsebos, die werd tweede. Maar dat was niet het enige wat er in Friesland gebeurde. De Friese band De Kast die brak nationaal door. Hier zijn ze met die grote hit en de mooiste beelden uit de tocht der tochten. De Kast met In Nijen bij. De Elfstedentocht van 1997 op zaterdag 4 januari, de 15e in de historie, is begonnen. Wees maar niet bang, niet bang.
dat ik nu bij niet ben. Je noemt het van zingen zonder zin. Ja, niet in hoop, ja, niet in heet, als de wet ons maar maakt. Hier is mijn hoop, hier is mijn heet, jou niet besteed om daar. Lang wie het kort, mijn zuster, als komt het daar, vindt het lood, zien waar. Dames en heren, we begroeten de helden van de Friese Elfstedentocht van 1997. Nummers 1 en 2, Henk Angenent en Erik Hulsebos. Dan ben ik de lief, bepaalde dier, het is onder haar. De dier die er niet, het heet dat ik hier, het liefde zijn. Mij om dat joen, mijn zeils en dat voel, dat je op een naam. Want de leugen gaan doen, van meisken boem, maar vogel vrij. Ja, Henk en Erik die hebben allebei een kruisje, maar naast mij zit Frans van Schaik. En Frans van Schaik was een paar seconden te laat voor zijn kruisje. We hebben het net gehoord wat Mart Smeets zei, dat gezicht. Wat gebeurde er? Ja, je denkt dat je er bent en dan moet je nog eigenlijk een paar meter en dat red je niet. Je wordt tegengehouden en dat is een ongelukkig moment. Je zag het gezicht van Henk Kroes en toen? Ja, dan denk ik van... Wat wou je toen doen? Ja, je denkt dat je wel op tijd bent, maar dat is op dat moment niet gelukt. Nou, je weet, Piet Kleine die heeft ook geen kruisje ontvangen, hè? Want die had een stempelplaats gemist. En toen was er een hele leuke juwelier, meneer Oosterhof. En die heeft een gouden Elfstedenkruisje bedacht. Hij is daar de uitvinder van. En die heeft je overhandeld aan Piet Kleine. En jij zit al de hele avond met die juwelier hier aan tafel. Had ik niet in de raam. Dat wist jij ook niet. Is Frans Henk Oosterhof... Mag ik het kruisje zien? Je mag het kruisje zien, Mark. Kijk eens eventjes. Is die mooi? Hij is schitterend. En hij is voor Frans.
En volgende keer niet zoveel koffie drinken, gewoon doorschaatsen. Applaus voor jullie allebei, dankjewel. Okay. Dank dat jullie er waren. En dan nu tijd voor de volgende trekkingen. Het begint nu echt pittig te worden. 52 prijzen van 20.000 gulden. Niet verkeerd, lijkt me. De trekkingen die worden verricht door twee echte ijshelden. U zag ze zo net al. Erik Hulsebos en Henk Algenet. Daar komen ze aan. Henk Algenent en Erik Hulsebos. Henk, ben jij nou ook die multimiljonair geworden wat iedereen had voorspeld wanneer de Elfstedentocht wint? Nee. Hoe komt dat, Henk? Ja, wat zou ik daarvan zeggen? Nou, ik denk niet dat een sporter zo gauw multimiljonair wordt van één dag. Maar je krijgt allerlei aanbiedingen en zo? Ja, ik ben er best wel beter. Voor het leven? Ik ben er best wel beter van geworden. En ik moet zeggen, ik klaag niet en ik hoef helemaal geen multimiljonair te worden. Ik geloof niet dat ik daar gelukkig van word. En ik denk dat het belangrijk vindt. Het scheelde heel weinig of Erik zat bovenop jouw nek, hè, die laatste paar seconden. Ja, ja, klopt. Wat deed je nou precies, Erik? Nou, ik denk van, ik hoef niet zoveel te verdienen als Henk. Ik denk, laat ik maar Emmy's achterblim. Dus, Jij hebt het niet meer nodig. Want jij hebt al een hele carrière, hè? Jij bent artiest geworden. Ja, dat is, ik ben half artiest, half schaatser op het moment. En zo hoera het ook maar klinkt, maar... Elk weekend heb ik een stuk of 3-4 optredens. Ja, ik snap er ook niks van, maar het is best zo. We gaan ook eventjes wat prijzen trekken. 52 keer 20.000 gulden. Wij schakelen over naar Luc van Rooij. 26 prijzen van 20.000 gulden gaan naar lotnummer 03513. En nogmaals 26 prijzen van 20.000 gulden, maar nu voor lotnummer 62518. Goed gedaan, Henk en Erik. Van harte gefeliciteerd met de prijzen thuis. En de commercie die zit natuurlijk niet stil, dat begrijp je. Dus de fabrikanten van Beerburg zijn al druk in de weer geweest. Als er weer een Elfstedentocht komt, dan denkt de helft dat Henk gaat winnen. En de andere helft denkt dat Erik gaat winnen. Dus er zijn al flessen klaar voor de toekomstige winnaar. Eentje voor jou, Erik, en dankjewel. Eentje voor Henk. Fijn dat jullie er waren, dankjewel. Hartelijk applaus voor jullie. Daar gaan ze. Straks komen nog de tonnen, de 5 miljoen, de 10 miljoen gulden belastingvrij. Maar nu eerst een vrouw die in 1997 niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland definitief doorbrak. Ze heeft een ontwapenende schoonheid en een bak aan talent. Acteren, presenteren, zingen, ze kan het eigenlijk allemaal. Iedereen is totaal verkocht, want hier is Katja Schuurman. Ik hou je, ik heb je, ik hou je, naar jou heb ik zo lang gezocht. Ik zag je, ik wou je, ik heb je.
Begint nu toch behoorlijk op te lopen, want het gaat nu om tonnen. 26 keer 100.000 gulden belastingvrij op basis van een 50 gulden lot. En deze trekkingen worden verricht door de twee succesvolste kunstrijdsters die we ooit hebben gehad. Dames en heren, Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra. Joan en Sjoukje, van harte welkom. Het gaat nog heel erg goed, hè? Ja, we doen ons best. Nou ja, schaatsen. Van wanneer zijn deze schaatsen nou, Joan? Nou, daar heb ik mijn afscheid in 1974 mee gevierd. En die heb ik uit de kast gehaald vandaag. En die pas je nog steeds? Ja. Jullie leven loopt eigenlijk als een rode draad door elkaar heen. Hè? Jullie kennen elkaar vanaf nou, vierde jaar, geloof ik. Zesde jaar. Maar dat is ook lang nu, hoor. En wat deden jullie allemaal? Schaatsen. Ja, maar hoe begon dat? Kanasta. En met de wedstrijden waren we ook veel samen. En dan zaten we meestal te kaarten totdat we aan de beurt waren. En na die sportieve carrière, wat gebeurde er toen? Nou, ik ben eerder mee opgehouden dan Sjoukje, 4 jaar eerder. En ik ben toen de show ingegaan. Sjoukje is 4 jaar maar later waar, de show ingegaan. Maar waarom bij Holly Noor IJs? Nee, ik ben begonnen bij de Wiener IJs Revue en later dus bij Holly Noor IJs gekomen. Ja, en ik ben in 1964 met de amateursport opgehouden bij Holiday in IJs gekomen. Dan ben je een echte vedette natuurlijk, hè, in zo'n tijd. Begin 60e jaar, je gaat de hele wereld over. Nou, dat deden we al toen we amateur waren ook, maar het was wel leuk bij Holiday in IJs. Jullie zijn hier niet zomaar, jullie zijn hier voor een trekking. 100.000 gulden, 26 keer maar liefst. We gaan over naar Luc van Rooij. 26 prijzen van maar liefst 100.000 gulden. Ga naar lotnummer 05775. Het was net op tijd. Van harte gefeliciteerd met de prijzen thuis. Deden jullie goed, zeg met z'n tweeën. We laten jullie niet met lege handen vertrekken, want we hebben twee schitterende foto's uit die sterrentijd van Holiday on Ice voor jullie. Kijk eens even, daar zijn ze. Met z'n tweeën op de foto. Sjoukje en Joan. Hartelijk applaus voor jullie. Fijn dat jullie hier waren. Dankjewel. Sommige nummers die zijn zo goed, die kun je altijd horen. En dat geldt zeker voor deze. Hij heeft al vele schitterende composities op zijn naam staan. En hij heeft een stem uit duizenden. Hier is Chris de Burgh met het wonderschone Lady in Red. Half a chance. I have never seen that dress
so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, it took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight.